like I woke up from a nightmare. It's like I woke up from a nightmare. It's like I woke up from a nightmare. Because I finally got away from you. And I ain't never going back there. If it's the last thing I'll ever do. But now it's R.I.P. Because it's over and you're dead to me. You just a memory that I can't break. But I can't shake the ghost that you left behind here. Mijn naam is Alex en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag sta ik hier eigenlijk net als altijd in mijn office. En ja, ik heb hier nogal wat geld liggen. Wat maar een beetje lekker ligt voor tot de dag dat ik het uit ga geven. Maar ik ben lekker mijn geld aan het sparen voor de Gunrunning DLC die binnenkort uitkomt. Ja, dat duurt nog wel een tijdje. Maar ja, vandaag hebben wij weer een nieuwe glitch die wij gaan uitproberen. Dus hallo, mevrouw de assistant, assistent, associate, hoe dan ook. Maar vandaag gaan we inbreken in een geheim lab. Het geheime lab van de Humane Labs. Dat is een enorm groot lab, maar ja, daar moeten we inbreken met een glitch. Dat is een lab die, waar je ook heel vaak in moet met missies of een heist bijvoorbeeld. Een heist in GTA Online. En daar kan je wel wat geld mee verdienen. Maar ja, nu gaan we gewoon inbreken in dat lab. Als het goed is, is er nu niemand meer aanwezig, want ja... We hebben iedereen in die heist helemaal kapot geschoten. Maar voor deze glitch hebben we nodig een insurgent. En het is gewoon een solo glitch. Ik zit hier ook in mijn eentje in de sessie. Dus laat ik er maar even heen rijden. En dan zie ik jullie als ik op de locatie ben aangekomen. Oké, we zijn aangekomen bij de Humane Labs. En als je nog wil weten waar het is hier. Dus dit kleine dingetje hier op de map. En dan heb je hier gewoon de map zo. En hier zitten wij dan. Dus daar kun je de Humane Labs vinden. Het is eigenlijk een beetje verstopt tussenin de bergen. Heb je zo'n heel geheim groot lab. Maar voor we met de glitch beginnen wil ik jullie allemaal vragen of jullie allemaal even een like willen droppen op deze video. En misschien kunnen we de 40 likes halen. Dat zou echt heel erg awesome zijn. En laat natuurlijk ook even in reacties achter. Als je deze video heeft geliked. Zoals wat Challenge TV heeft gedaan. Hoppakee. Zo leuk video man. Ga ze door. PS. Heb geliked. Bedankt voor het liken Challenge TV. En jouw reactie is in beeld gekomen. Dus als jij wil dat jouw reactie ook in beeld komt. Zet dan gewoon in de reacties van ik heb geliked. Moet ik wel even de video echt liken.
En ja, dan kan jouw reactie in beeld komen. En nu ben ik de inserted al klaar aan het zetten. Terwijl ik nog de achterkant eerst open moet maken. En dat doen we met een of andere rare glitch. En ja, je kan al die raampjes open schieten. Maar daar heb ik nou weer net geen zin in. Want je kan ook gewoon hier een sticky bom plakken volgens mij. En dan gaan al die ramen weg in 3, 2, 1. Hoppakee, kijk dan. Want normaal moet je al die ramen zo open schieten. Voor die achterdeur pas open gaat. Maar nu is die al open. Dus moeten we even een minigun pakken. En de politie zit achter me aan. Ah, joh, boeien. Even kijken hoor. Laten we zo doen. Pakken we nog een gun. Dan pakken we even de heavy revolver. En dan schieten we hier er tegenaan. Nee, waarom gaat die niet open? Oké. Okay. Schieten we nog een paar keer met de minigun anders. En nu de heavy revolver. Kijken of die dan wel werkt. Oké, okay, waarom werkt die niet? Hij werkt niet. Hey, hij is open. Oké, okay, nu is die een beetje open. Maar ja, we willen natuurlijk niet dat die de hele tijd dicht valt. Dus we rijden eerst een stukje naar voren met een bocht. Dan is die helemaal open. Dan, godver, gaat die weer dicht. Ja, slim. Slim, Alex, slim. Oh, de tactics, jongens, zijn on point vandaag. Nou, dan moeten we hem weer opnieuw open krijgen dus. Even kijken hoor. Gaan we er weer mooi klaar voor staan. Politie komt er ondertussen ook alweer aan. Maar ja, fuck de police. Wij gaan gewoon door. Oké, okay, hoezo gaat die niet open? Oké, okay, moeten we er nu weer opnieuw mee opschieten? De minigun. En dan deze. Kijk hoor, dit hoort toch te werken. Oké, hij gaat niet open. Sesam open nu. Oh, het werkt! Je moet gewoon de spreuk zeggen, sesam open nu en dan gaat hij open, jongens. Holy shit. Oké. Okay. Even. Langzaam naar voren. De deur open. En dan keier naar achter, keier naar achter, keier naar achter. Hoppakee. En nu ligt de deur eraf. Ja, zo doe je dat, jongens. Let's go. En dan moeten we nu de insurgent op de juiste plek zetten. Hoppakee. Want het is heel belangrijk dat die achterdeur open is als jij deze glitch wil doen. Oké, hoppakee. Hoppakee. En dan stappen we lekker uit. De insurgent staat zo heel erg mooi geparkeerd. Pakken wij een assault rifle. En dan gaan wij hier tussen. Passen wij ertussen. Zo passen wij hier wel. Nee, pas ik ertussen. Ja, ik pas ertussen. Mooi, mooi, mooi. En dan moeten wij hier erop klimmen. Oh, nee. Even opnieuw. Oh, shit, 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 shit. Oké. Okay. Oh, ik ben er weer uit. Oké, okay, dit gaat echt niet echt volgens plan. Oké, okay, hoppakee. Okay, gaan we hier erin. En dan zitten wij nu in de achterkant van de Insurgent geglitcht eigenlijk. Want ja, normaal kan je, is het niet echt de bedoeling dat je hier zo inkomt. Maar wat we nu moeten doen, we moeten hier erop klimmen. Hier naar links rollen. En hoppakee, we zijn er gewoon in één keer binnen, jongens. Maar ja, nu zie je dit. En je ziet nog niet echt het interieur zo mooi. En als je draait, dan zie je dit. Maar, dan ga je even naar first person toe. En kijk eens aan. Je hebt gewoon het hele lab hier ook voor jezelf. En dan is het nu weer weg. Maar wat je dan gewoon ermee moet doen. Ik doe altijd dat ik hierop ga klimmen. Hoppakee, hoppakee. En dan even kijken hoor. Is het er? Hoppakee. En nu kan je gewoon rondlopen in third person. Terwijl je gewoon het hele lab ziet. Dus heb je gewoon het hele lab voor jezelf. Ik zelf vind dit echt zo'n vette locatie. Om gewoon hier binnen te komen. Ik bedoel, kijk, het is hier echt super groot. Dus je kan hier super veel leuke dingen doen met je vrienden ook en zo. Want die kunnen er allemaal nu in. Dus ja, en hier staan allemaal nog kooitjes en zo. Maar ja, ik vind dit gewoon echt één vette glitch. Laat natuurlijk ook even achter in de reacties wat jij van deze glitch vindt. En als jullie nog andere glitches weten, laat dat dan ook even achter in de reacties. Want ja, dat wil ik wel weten. Dan kan ik dat misschien ook een keertje doen. Maar ja, ik vind dit zelf echt een hele vette locatie. We rennen er nu even doorheen. Deze deurtjes, sesam open nu. Hoppakee, zijn automatische deuren. Sesam open nu. Kijk, die spreuk die helpt gewoon, jongens. En deze, gaat die ook open? Oh, die gaat ook gewoon open, jongens. En ja, hier staat een of ander raar laboratorium, dingen, buisjes, potten met weet ik veel wat erin. Nou ja, de rest daarachter, dan mogen jullie helemaal verkennen. Ik bedoel, er is nog genoeg te verkennen hier in dit laboratorium. Ik bedoel, kijk hoe groot het is. Dit alles op de map zijn allemaal gangetjes en kamers. Hierachter gaat het nog helemaal door. Dus ja, het is hier heel groot. Dus hopelijk kunnen jullie een likeje achterlaten voor deze glitch. En ja, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken. En laat ook even achter in de reacties of je nog een nieuw idee hebt voor bijvoorbeeld een nieuwe serie of zo. Dat zou ik wel heel fijn vinden om dat te mogen weten. En dan kunnen we het dan misschien doen. En ik zie jullie hopelijk bij de volgende video. Vergeet niet te liken, te abonneren en later.